Welkom bij de tiende video in deze cursus morfologie. In deze tiendelige cursus over de woordstructuur van het Nederlands. Met andere woorden, de laatste video. Een betrekkelijk korte video. Dat komt omdat het onderwerp van vandaag eigenlijk al best veel aan de orde is gekomen in de voorafgaande video's. Maar het is wel nuttig om het allemaal nog even een keer op een rijtje te zetten. Want behalve met het hier en nu. Hoe zit het taalsysteem nu in elkaar? Hoe zit het nu in ons hoofd? Het onderwerp van de vorige video. Heeft uh, morfologie ook allerlei raakvlakken, natuurlijk met taalverandering? En dan zeg ik natuurlijk, maar um, eigenlijk is uh, in de historische taalkunde, hè, dus de taalkunde die zich bezighoudt met hoe het Nederlands in ons geval uh, veranderd is in de loop van de tijd, voor morfologie eigenlijk betrekkelijk weinig aandacht. Uh, is, uh, ja, er zijn niet heel veel studies, zeker niet die in het algemeen gaan over hoe komen affixen op, hoe gaan ze weer onder, hoe gaan andere morfologische processen, hoe veranderen die in de loop van de tijd, waarom veranderen die in de loop van de tijd, waarom verdwijnt soms, waarom wordt iets opeens achterhaald. Dat, daar weten we feitelijk weinig van, ja, niet zo weinig dat dat zou kunnen verantwoorden om hier een korte video van te maken. Want we weten er dus wel iets van, gelukkig. Dus vandaag, tot slot, uh, van dit alles, de studie van morfologische taalverandering. En uh, één soort verandering die een taal kan kennen, is dat hij in contact komt met andere talen. En ik heb uh, gisteren eigenlijk ook al iets gezegd, gisteren. In de negende video heb ik ook al iets gezegd over uh, uh, wat er dan gebeurt in dat taalcontact. Dan krijg je namelijk tweede taalleerders in sommige gevallen, mensen die een ander systeem hebben, die het met name het flexiesysteem uh, lastig vinden, weinig transparant vinden, die daar fouten in maken. En omdat er dan vervolgens ook weer een nieuwe generatie kinderen opgroeit. in een samenleving waarin er dus betrekkelijk veel mensen zijn die fouten maken. hebben die kinderen het weer moeilijker om het oorspronkelijke systeem van hun ouders helemaal te reconstrueren. En zo verandert dan gaandeweg het systeem, met name als natuurlijk er een stroom van nieuwkomers blijft komen. En dames zijn, zijn de steden ook met name plaatsen. Lijken met name plaatsen te zijn waar de, het morfologische systeem, vooral het flexiesysteem, onder druk staat. Dus er is allerlei evidentie dat de naamvallen uh, in het Nederlands voor de zelfstandig naamwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden en de lidwoorden begonnen zijn te verdwijnen in Gent en Brugge in de 14e eeuw. En dat was de tijd dat Brugge met name een grote. Stad was een van de grote steden van uh, Europa zelfs, waar dus mensen naartoe kwamen. En zelfs als dat mensen waren die ja, nog steeds uit een gebied kwamen dat we nu Nederlands talig waren, ze kwamen ook van verder weg. Maar zelfs als mensen ook zelf een naamvalsysteem hebben, maar ze drukken dat net iets anders uit. Dan weten we dan nog steeds is een, een taal met naamvallen moeilijker dan een taal zonder naamvallen en zit er dus altijd een soort druk op om maar af te zien van die naamvallen. Nou, dus dat is één uh, manier waarop taalcontact, contact tussen talen uh, invloed kan hebben. Een andere is natuurlijk dat er wo woorden worden geleend en um, ja, dat, kan, dat kan dan twee dingen betekenen. Dus we hebben zogeheten leenvertalingen, woorden zoals grootvader en hoogspanning. En dat was dat zo'n soort van samenstelling van een uh, bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord, waarbij dat bijvoeglijk naamwoord niet verbogen is. Was in het Nederlands niet, ik wil niet zeggen dat het nooit Nederlands was, maar het was in het Nederlands lang niet zo gebruikelijk. En de opkomst van dit soort woorden op een bepaald moment werd in die tijd ook toegeschreven aan het Duits, waarin in ieder geval veel meer van dit soort samenstellingen zitten. Dus de Nederlandse manier om dit samen te stellen is toch meer zeggen hoge hoed met een 'eu'. Uh, en. Uh, ja, het, het is ook waar dat ik geloof, ik denk ook wel dat je kunt zeggen dat dit soort samenstellingen nu weer minder worden gemaakt in het Nederlands. Dus het, was, het ontstond in een periode van vrij intensief contact met het Duits. Lange tijd is het Duits 19e eeuw, flink stuk van de 20e eeuw is het Duits de taal geweest waarop de meeste Nederlanders zich richten als het ging over een vreemde taal. Ja, de, dus dat zijn. Uh, het proces is misschien geleend van op zo'n manier samenstellingen te maken, maar vooral die woorden zijn zo geleend. En, uh, maar niet helemaal. Dus het zijn leenvertalingen, want het is niet Großvater, maar Grootvader. Dus de, het woord is geleend en dan zijn de individuele stukjes van dat woord allebei vertaald. Dus de constructie is nog steeds Duits. En. De, woorden, de Nederlandse woorden, de Nederlandse morfemen zijn cognaten van het Duits. Ze zijn daaraan verwant en zijn ook herkenbaar daaraan verwant. Ze hebben een soortgelijke klankstructuur, maar zijn toch ook, zijn ook wel helemaal Nederlands. Dus dat zijn leenvertalingen. En wat ik al een keer eerder heb genoemd, is dat ook uh, uh, morfemen kunnen worden geleend, affixen kunnen worden geleend, om daar nieuwe woorden mee te maken. En hier zie je wat voorbeelden van. Uh, tien tot vijf jaar geleden, uh, met Uber, Gerard Wilders die is een uberpopulist, ubergezond, dat betekent dan extreem gezond, een uber-tokkie, een uber-veteraan, een uber-ouders, dat zijn heel serieuze ouders, een uber iemand die heel nadrukkelijk homoseksueel is, dat zijn allemaal woorden die uit de kranten komen, en mm, dat uber- ja, zoals je aan de umlaut kunt zien, heeft een Duitse oorsprong. Dus lenen we nu ook nog weer uit het Duits? Misschien, maar het is eigenlijk heel waarschijnlijk dat in dit geval eh, dat Duitse voorzetsel een omweg heeft gemaakt via het Engels. Dus in het Engels en het Amerikaans Engels is dat Uber heeft op een bepaald moment dat overgenomen als heel hip. En dat is een soort scene die... Alles met umlauts, volgens mij, hip vindt of vond. Dat is, geloof ik, ook alweer, ook alweer voorbij. En uh, dat heeft dus het Nederlands uh, beïnvloed. Dus die affixen kunnen ook een omweg uh, uh, maken. Ik vraag me ook een beetje af of dit niet in het Nederlands, dat Uber in het Nederlands, niet ook alweer een beetje op zijn retour is. Want dat is ook een duidelijk kenmerk van uh, taalverandering. Dat soms zet het door en soms zet het niet door. En uh, ik denk eigenlijk dat dat voortdurend aan de gang is. Dus de taal verandert voortdurend in de zin dat de hele tijd, iedere dag verzint er wel iemand iets nieuws. Alleen het meeste daarvan slaat volkomen dood. Wordt daarna nooit meer door iemand gebruikt, zelfs misschien niet door die persoon zelf. Een heel enkele keer wordt het overgenomen door een aantal mensen. Dan wordt het bijvoorbeeld de gezinstaal van het gezin waarin dat wordt uh, gezegd. Een aantal keren is die persoon met zijn nieuwe woord nog succesvoller... en neemt er een grotere groep het over, een nog grotere groep, nog grotere groep... totdat er uiteindelijk een significant deel van de bevolking het aanneemt... en dan nog kan het dus soms, en misschien wel vaak... uiteindelijk toch weer inkrimpen. Dus taalverandering is voortdurend aan de gang. Maar wat er nou uiteindelijk een succes wordt... Is, ja, is moeilijk te voorspellen, maar is ook maar een heel klein deel van al die veranderingen die er zijn. Dus het borrelt voortdurend en een heel enkele keer, bla pas, maar een heel enkele keer blaast zo'n bel zich op tot een voldoende grote bel. En dan nog klapt die bel meestal uh, in elkaar. En ja, dat geldt met name dus ook voor die woordenschat. Hè? Dus ik heb al gezegd, er komen tientallen woorden in het Nederlands waarschijnlijk bij. De meeste van die woorden verdwijnen. Ik geloof dat uh, Van Dalen zoiets van 100 woorden per jaar opne opneemt in de papieren editie. En in de elektronische editie dan weer wat meer. Want die kunnen er ook weer makkelijker uit worden gehaald. Of dat kost in ieder geval niet zoveel uh, uh, geld. Er verdwijnen natuurlijk ook woorden. Bijvoorbeeld woorden die niet meer bruikbaar zijn. Woorden die gaan over technologie die we niet meer uh, uh, gebruiken. Um, het, de, de, wanneer een woord verdwenen is, is altijd wat moeilijker te zeggen. Want ja, wanneer weten we nu zeker dat nooit meer iemand dat gaat, uh, gaat uh, gebruiken? Wanneer, dus wanneer het voor het eerst verschijnt, dat weten we, weten we vaak wat, uh, wat zekerder. En al die nieuwe woorden die verschijnen, die, die, die creëren soms dus ook een patroon van woorden die op elkaar lijken. En dat veroorzaakt dan dat er dus sprake is van... Morfologie. Een manier waarop, een andere manier, dus een andere manier dan lenen waarop affixen kunnen ontstaan, is grammaticalisatie. Um, dus een heleboel van de huid, onze huidige prefixen, die fameuze prefixen die werkwoorden kunnen maken, zoals be- en ont- en ver- en ook ge- uh, komen van woorden. Dus grammaticalisatie betekent dat iets wat een lexik, oorspronkelijk een lexicaal woord is, gaandeweg een functiewoord wordt en misschien uiteindelijk zelfs wel een affix. Dus dat, ja, dat is eigenlijk altijd het pad. Ik, 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 ik geloof eigenlijk niet dat er pad ooit andersom wordt afgelegd, dus dat een affix tot een lexicaal woord wordt. Wat wel kan gebeuren is dat een geaffigeerd woord. Uiteindelijk niet meer als geaffigeerd wordt gezien en dan als geheel een lexicaal woord wordt. Dat is knobbelen. Hè? Dat, dat, die woorden met ul uh, waarschijnlijk gebeurt. Um, nou, grammaticalisatie is dus het gewone pad. Dus iets is dus een lexicaal woord met veel inhoud en dat die inhoud verbleekt, de semantiek verbleekt zoals we dat noemen. Dus dat het krijgt semantisch minder inhoud en ook fonologisch wordt de vorm zwakker. En dat is gebeurd met be. dat komt van bi, dat we ook nog steeds kennen als bij. En geur komt van ga, dat betekent samen, gemeenschappelijk. ont komt, altijd een beetje tot mijn verbazing, altijd als ik dit feit moet noemen, tot mijn eigen verbazing, een beetje van anti. Dus ontbossen betekent antibossen, oorspronkelijk. En dat is dus een leenwoord dat we. Heel, een, een, een suffix dat we heel lang geleden hebben geleend. Dat komt echt uit het Latijn, dus in een tijd dat Latijn hier nog een gebruikelijk gangbaar, uh, gangbare taal was, die alleen in Nederlandse mond werd vervormd en dat ant werd dus tot ont uh, vervormd in de loop van de... In de loop van de tijd, dus dat is fonologische verandering. En het is nu niet alleen is het nu niet meer herkenbaar, maar doordat het niet herkenbaar is, hebben we nu ook hebben we op een la, in een later stadium nog een keer anti uh, geleend. Dus zodat je nu kunt zeggen, weet ik veel anti-oorlogsbeweging of zoiets. Hè? Dus, an, dus we hebben twee, we hebben ont en anti, en die hebben dezelfde etymologische oorsprong. Hoewel ze in het Nederlands, denk ik, niet meer uh, verwant zijn. Dus ze worden niet als verwant ervaren. Mensen zien dat niet zo. Ze hebben ook ja, betrekkelijk weinig met elkaar te maken. Dus in ons zit. Ja, de vorm lijkt een klein beetje erop. De vorm is bij ons nog steeds iets negatiefs in ontbossen. Uh, maar het is. Um, ja, dus je kunt niet meer zeggen dat het, het is uit elkaar gegroeid. Is, we hebben anti-geleend, toen is het een soort het Nederlandse pad afgegaan. Is het, is het met de Nederlandse taalverandering meegegaan. Terwijl het Latijn een dode taal, daar bleef het hetzelfde in. En vervolgens hebben we dat nog een keer geleend. En dan veur komt van voor. Uh, ook dat, dus veur komt van voor en beur komt van bij... Ook daar geldt dus voor dat er als uh, voorvoegsels... zijn die woorden sterk gereduceerd, fonologisch gereduceerd. De klinker is tot een E geworden. Um, terwijl ze ook nog zijn bestaan, los zijn bestaan als woorden. Ik vind het, ook, het is ook altijd een interessant verschijnsel. Op een bepaald moment zijn dus die twee dingetjes losgeraakt van elkaar. Ja, dat zijn allebei hun eigen pad gegaan. En, maar dat moet geleidelijk zijn gegaan. Dus het is een reductie van... Dus dat men eerst zei uh, ja, bijbossen, zat me in plaats van bebossen. Ja, dat werd niet opeens van de ene dag op de andere bebossen. Dus langzamerhand is die klinker steeds iets vager uitgesproken... totdat het uiteindelijk be werd. Maar er moet dus een moment zijn geweest... dat mensen ook helemaal niet meer ervoeren... Dat bij en be eigenlijk hetzelfde uh, ding zijn. Een ander soort morfologische taalverandering is dat de geleedheid aan anderen, en dit heeft er toch ook weer mee te maken, dus dat de geleedheid niet meer wordt ervaren. Dus dit zijn gevallen waarin geleden woorden dan uiteindelijk worden tot ongeleden woorden. Dus in tandarts, daar zullen de meeste mensen toch nog wel herkennen dat dat iets te maken heeft met een arts. En iets te maken heeft met tanden. Um, maar de meeste mensen, ook ik hoor, zeggen tandarts. Tandarts zeggen is echt een beetje gek. Dus met een t. He, dus je zegt tandarts. En, je en omdat het een d is, dat is een aanwijzing dat die niet meer aan het eind van een woord staat. Maar aan het begin van de lettergreep. Dus... Dat we zeggen tandarts. En ja, dus dat die grens, fonologisch gezien in ieder geval, die grens tussen die twee dingen is opgebroken. En dat is bij gewone, nog echt als samenstelling herkende samenstellingen niet het geval. Dus uh, tandaanslag, of zoiets, als ik dat nu even maak, dan zeg je niet meteen tandaanslag. Dat, is, dat zou echt gek zijn. Dus normaal gesproken. Respecteer je respecteer de fonologie tussen grenzen, maar bij sommige sterk gelexicaliseerde woorden, dus tandarts, heeft op de een of andere manier echt de status van een woord uh, bereikt, is niet meer zo'n samenstelling, wordt niet meer zo gevoeld als samenstelling door de taalgebruikers. In dat soort gevallen ja, zeg je dus weer tandarts, zoals je ook zegt aardappel. Ook hier. Ja, de, semantisch gezien is de, is de relatie ook al wat onduidelijker met aarde misschien nog wel, maar met appel, ja, alleen maar in een soort heel abstracte zin. Dus aardappel is echt wel een soort metaforisch gebruik van het woord appel. Maar mensen zeggen niet aardappel. Nou, misschien zeggen hier sommige mensen, dus tandarts zegt volgens mij niemand, maar aardappel zeggen misschien sommige mensen wel, maar de meeste mensen zeggen naar mijn ervaring aardappel. En met dus ook weer met die D, die ook weer hier een indicatie is dat ja, die grens, die morfologische grens tussen de twee samenstellende delen van de samenstelling, niet meer zo wordt ervaren. Rondom, ook een voorbeeld, luidruchtig misschien ook. Ik moet zeggen dat ik daar zelf wel sterk de voorkeur heb voor luidruchtig en dat ik dat ook nog wel veel mensen hoor zeggen, maar. Uh, ook dit woord is dus misschien wel een klein beetje begonnen aan het pad naar uh, vervagende, vervagende grenzen. En voor sommige voorzetsels, voorvoegsels uit het Latijn, geldt dat heel sterk. Dus abortus, ja, uh, Dries van Acht, die nog leeft nu ik deze video opneem, maar stokoud is, die zei dat, herinner ik mij, in de jaren 70, 80. Uh, als minister uh, en politicus nog wel abortus. Ik geloof niet dat ik iemand ken die nog abortus zegt. Iedereen zegt abortus. Abortus. Terwijl dus normaal gesproken de grens tussen prefixen en stammen ook heel erg wordt gerespecteerd. Herinner je, we zeggen be-adem. En dus die e wordt niet opgegeten daardoor de, door de a, zoals wel gebeurt in elite-air. Dus de e in beadem wordt niet opgegeten. En we zeiden dat is omdat daar dus tussen prefix en stammen een sterke grens ligt. Maar die grens wordt dus niet meer ervaren bij abortus. Abortus is ook niet. Ja, wat ortus is, is ook onduidelijk, denk ik, voor de meeste eh, sprekers in dit geval. Abortus is gewoon één woord. Zoals adoptie één woord is. En niet adoptie. Dat heb ik al helemaal in mijn hele leven nog nooit iemand horen zeggen. Adoptie. Ja, behalve nu dan als voorbeeld. Nog een vorm van morfologische verandering noemen we herstructurering. Um, dus wat er ook kan gebeuren, is dat uh, groepjes morfemen met name niet meer als een groepje morfemen, morf morf morfemen worden ervaren. Groepjes affixen worden niet meer ervaren als een groepje affixen. Dus bij abortus, daar wordt het prefix, wordt het affix opeens heel, wordt helemaal tot de stam gerekend, wordt tot één stam gemaakt. Uh, kun je dat zoiets ook uh, hebben met alleen maar afwiksen, dus dat twee afwiksen niet juist elkaar staan, opeens als een eenheid worden ervaren? Dus van bak maakte je oorspronkelijk bakker en van bakker maak je bakkerij, de plaats waar de bakker zijn werk doet. Uh, maar nu hebben we filmerij en racerij en vliegerij, dat die nog steeds deverbaal zijn. Maar waarvan het al iets minder duidelijk is dat die zijn afgeleid van filmer en racer en vlieger. Uh, met name omdat een vlieger, bijvoorbeeld omdat een vlieger. Uh, ja, dat gebruiken we meestal als de naam van een ding. Maar de vliegerij is uh, iets wat piloten bedrijven. Uh, en die piloten noemen we die vliegers. Nou, misschien. Dus dit, 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 hier zit het nog een beetje op het randje. Maar je hebt nu ook denominale, dus van nomina afgeleide. URI-woorden, uh, uh, zoals bloemisterij en droogisterij en grossierderij en boerderij met name. En um, ja, dus bloemister en droogister en grossierder en boerder zijn geen woorden. Dus hier zijn dat ur en dat ei, dat ooit twee verschillende affixen waren die aan elkaar vast kwamen te zitten, zitten nu aan elkaar vast. Sterker nog, ei komt nooit in isolatie meer voor. Het zit altijd, het wordt ofwel gehecht aan een woord, zoals filmer, dat al op ur eindigt, ofwel het komt samen met dat ur. Dus het lijkt er eigenlijk meer op dat urij ur nu een suffix is. En dat dus ook filmerij, racerij en vliegerij dat suffix hebben. En misschien zelfs dat ook in het woord bakkerij dat dat nu geheranalyseerd is dus de, als een woord dat niet is afgeleid van bakker, maar van bak. He, dus niet van bakker met het suffix i, maar van, bakker met het, van bak met het suffix ure. Istisch is daar ook een voorbeeld van, dus je zegt amateuristisch... en daar zit dat ist in van persoonsnamen, pianist, violist... en er zit is, er zit ook een soort is in van typisch... Uh, maar die zitten, ja, in sommige gevallen moeten ze als een pakje worden geleverd. Dus amateuristisch zeg je, maar amateurist bestaat niet en amateurisch bestaat ook niet. En, uh, dus het, ze komen alleen samen. Het is een koppelverkoop en misschien is het dus wel in sommige gevallen één uh, lettergrepig suffix geworden. Urug. Zijn we ook al eerder tegengekomen als een soort variant van ugh. En, uh, en dat is inmiddels in sommige gevallen een verplichte variant van ugh. Dus zweterig of boeverig. Terwijl je niet hebt zweet, niet hebt boever en ook niet, hebt, ook niet echt hebt boevig of zweetig. Dus ook hier er en ugh. Twee nog steeds herkenbaar onderscheidende suffixen zijn in sommige gevallen zodanig samengeklonterd dat het misschien wel één suffix is. Dat, dat, dus dat klonteren van morfemen, dat niet-transparant worden van morfemen, dat samen één morfeem worden van morfemen, komt zowel voor bij stam-affix-combinaties als bij affix-affix-combinaties. Nou ja, en tot slot een stript stripteaseres. Misschien is dat een beetje een ouderwets voorbeeld, maar in ieder geval in het, de oude, in het oudere Nederlands had je stripteaseres terwijl je niet had stripteaser. Stripteaser bestaat nu denk ik wel, maar is nog steeds, en, is dus in ieder geval, en blijft altijd, jonger dan stripteaseres. Het is een jongere vorm. Dus stripteaseres is daar in de tijd in ieder geval niet van afgeleid. En die, uh, dat intransparant worden van uh, morfologische structuren, dat kan ook uh, uh, veroorzaakt worden door volksetymologie of volksetymologie veroorzaken. Volksetymologie betekent dat een vorm eigenlijk niet meer transparant is en dat die vorm dan wordt veranderd door de volksmond, vandaar die naam, in iets wat wel transparant zou zijn. Dus dat mensen zeggen struikvogels in plaats van struisvogels. Of, want struis, wat is de struis en struisvogels? En het zijn vogels die eruit zien als een struik in ieder geval. Zo stel ik mij die eh, volksetymologie voor. En geelpadden weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet waarom dat. Oh nee, sorry. Het is. Het is natuurlijk andersom. Ik zit een beetje te bazelen hier aan het eind van deze laatste video. Dus struisvogels komt van struikvogels. Dus die struikvogels was, was intransparant. En dan moet ik dus uitleggen waarom struisvogels wel transparant is. Dus struis, die vogels zijn struis. Ze zijn struise En schildpadden is, is dus in ieder geval transparanter dan gildpadden. Dus dus het was oorspronkelijk geelpadden. Ik weet eigenlijk zelfs niet eens waarom. Maar dat werd. Ja, omdat niemand meer wist waarom. En dat een beetje klonk als schildpadden. Is dat tot schildpadden geworden. Dus het was een samenstelling. Het blijft een samenstelling. Maar het is nu een andere samenstelling. En een transparantere samenstelling. Nee, ik zit, ik zit gewoon helemaal te kletsen. Want familie saus is natuurlijk. Ja, jullie, waarom verbeteren jullie me dan ook niet? Dus familie saus is natuurlijk afkomstig van saus. Dus het is toch echt die richting. Dus gilpad, het is echt een kind dat geelpadden heeft gezegd. om onduidelijke redenen. Of een volwassene die geelpadden heeft gezegd. omdat hij vond dat de schildpadden zo bijzonder luid. aan het gillen waren. Ja, ik word gewoon door dat geelpadden, schildpadden. Uh, in de war gebracht. En saus, dus vanille is uh, niet voor iedereen misschien meteen duidelijk wat dat precies betekent. En als die saus vaak geschonken wordt in de familie, dan wordt het uiteindelijk tot familie saus. En uh, dus, dit zijn allemaal voorbeelden die mij heel erg in de war brengen, omdat ze ja, niet zo echt zijn aangeslagen. Maar een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld hangmat, het Nederlandse hangmat, dat dus een samenstelling lijkt, maar dat afkomstig is van hamaca, Spaans, me, me, Spaans woord, uh, dat helemaal geen samenstelling is, maar dat zo klonk. En een ander bekend voorbeeld is scheurbuik, ook een samenstelling, die komt van scurbutus, wat een Latijns woord was voor die ziekte, en dat Latijns woord was dus... Intransparant. En wat trouwens in het Nederlands ook dan vaak een rol speelt, is dat het gemiddelde Nederlandse woord. dat niet uh, geleed is. heeft één lettergreep. En als het er twee heeft, dan is één van die twee een schwa. Dus het is vader, of moeder, of gewij. Of, yeah. uh, dus Nederlandse uh, ongeleden woorden, st ook stammen, zijn over het algemeen heel kort. En als ze dus niet kort zijn, de skurbutus, dan hebben mensen daardoor nog sterker de neiging om ze te interpreteren als morfologisch geleed. En zo komen we dan van hamakkas naar hangmat en van Hamakkas naar hangmat en van skurbutus naar scheurbuik. En een laatste, het allerlaatste wat ik nog wil noemen in deze... Uh, Korte cursus, morfologie. Allerlaatste feit is nog een vorm van verandering, die er soms kan plaatsvinden, en dat is systematisering. En dat is: we hebben dat suffix ur, dat een persoon aanduidt, maar dat gebruiken we soms als je zou zeggen het strikt genomen of etymologisch, of vroeger in ieder geval niet echt nodig was. Dus een Dominicaan is een persoon, is een bepaalde monnik, net zoals een Franciscaan. Maar je hoort mensen zeggen Dominicaner en Franciscaner. Waar dus dat ur nog eens een keer extra aan wordt toegevoegd. Of een UHD is een universitair hoofddocent. Maar dan zeggen mensen soms UHD'er. Dus ja, terwijl docenter, dat zeg je natuurlijk niet. Dus dan is, ook hier, ook hier speelt weer dus gebrek aan transparantie van de oorspronkelijk een soort rol. Dus het UHD is niet helemaal duidelijk dat dat... Een afkorting is die op een persoon slaat, en om dat dan te verduidelijken, wordt dat suffix nog een keer uh, toegevoegd. BN'er is ook misschien zo'n soort voorbeeld, in de zin van dat je zou kunnen zeggen, ja, BN staat voor bekende Nederlander. Dus waarom moet daar dan nog dat er aan worden toegevoegd? Ja, dat er wordt eraan toegevoegd, omdat BN op een bepaalde manier te weinig transparant is voor een persoon. We zijn dus nu aan het einde van deze cursus morfologie beland. En. Uh, ja, de, Kijk, het is. Morfologie is. Het interessante van morfologie. in de grammatica wetenschappen. is precies dat het. het minst systematische deel van de grammatica lijkt. In alle talen, maar zeker ook in het Nederlands. Dus fonologie. Ja, je hebt een verzameling klinkers, je hebt een verzameling medeklinkers. Je hebt regels over hoe je die klinkers en medeklinkers samen kunt voegen. Je hebt regels over hoe een lettergreep kan worden gevormd uit klinkers en medeklinkers. Je hebt een regel over hoe je in een bepaald patroon van uh, lettergrepen klemtoon legt. Enzovoort. Je hebt regels over hoe klanken zich aan elkaar aanpassen in bepaalde, aanpassen in bepaalde uh, contexten. En. Er zitten soms vreemde draadjes in, maar in grote lijnen is het systematisch en regelmatig. En dat geldt zeker ook voor de syntaxes. Dus de manier waarop we zinnen maken. De regels zijn ingewikkeld. Uh, ze zijn soms moeilijk te begrijpen. Uh, er valt nog heel veel aan uit te zoeken, maar ze lijken systematisch te zijn. En dat geldt ook voor betekenis, althans voor de betekenis van zinnen, zoals afgeleid uit woorden. Maar alles wat in de buurt komt van het lexicon, van de woordenschat, dus dat geldt voor lexicale semantiek en het geldt voor morfologie, uh, daar ontstaat iets geheimzinnigs. Daar is iets dat een soort de puur systematische wetenschap. Net niet helemaal kan vangen. Wat betekent een individueel woord? Dat is een van de grote raadsels van en met name een lexicaal woord. Wat betekent pindakaas precies? Is een van de grotere raadsels van de taalkunde. En ook dus, hoe vormen we woorden, hoe zijn woorden ontstaan in de loop van de tijd, zoals in deze uh, video. Hoe zit het met het feit dat we soms woorden maken door samenstelling? Bloemenmeisje en soms maken door afleiding bloemisten. En wat verklaart het verschil in gedrag tussen die twee uh, woorden? Wat verklaart het verschil dat we soms observeren tussen flexie en afleiding? En waarom, zit er daar toch ook weer, waarom zijn er toch ook weer categorieën die daar een beetje halverwege tussenin zitten? Zoals uh, inherente flexie, flexie die iets betekent, meervoudsvorming op zelfstandig naamwoorden, verleden tijdsvorming op, uh, op uh, werkwoorden, zijn dat eigenlijk wel categorieën? Zit dat wel als categorieën, verschillende categorieën van dingen in ons hoofd? Of zijn het, zoals Boyen van Zanten uh, het voorstellen, allemaal alleen maar voorbeelden van schema's? En gebruiken we deze termen alleen maar als Categorieën. Dit is een inleiding in de morfologie. Ik heb mijn best gedaan om jou, de kijker, um, zo veel mogelijk ja, daarin in te leiden. Je zou eigenlijk hierna uh, met misschien, uh, ik bedoel, een beetje puzzelen, gemiddelde morfologische literatuur kunnen gaan beginnen te lezen. Er zijn over al dit soort kwesties, en ook bijvoorbeeld over kwesties van. Productiviteit, uh, kwesties van um, uh, taalverandering, kwestie, al die psycholinguïstische kwesties die ik ook in de vorige video alleen maar heb aangeraakt. Nog ontzettend veel vragen te stellen. Ik zou eigenlijk willen zeggen: uh, werp je daarop? Uh, het is volgens mij een van de grote puzzels waar de mensheid voor staat. Woorden zijn zo'n. Veel voorkomend cultuurproduct. Ze zijn gratis. We maken ze voortdurend en de hele tijd. En we weten, dat is misschien wel de belangrijkste boodschap van deze videocursus: we weten er eigenlijk nog steeds zo weinig van. Dat kunnen we ons toch als mensheid, als Nederlandstaligen, niet veroorloven. Dag.